De opbrengst is zeker niet voor mij. De opbrengst is volledig voor de club normaal, Halmaarden. Maar dit jaar had ik geen ijs en er moest een groot deel gaan naar Warren. En dat is dan al gebeurd, want we hebben al 1000 euro afgegeven aan Warren. Of de ploegen die hier aan deelnemen, zijn dat oud-spelers allemaal? Oud-spelers zijn er veel bij en er mag maar één aangesloten speler voor dit moment zijn. Al de rest is ludiek, mag het gedaan hebben, mag het niet gedaan hebben. Het beste is altijd als ze het niet gedaan hebben, dat is altijd het plezantste voor de sfeer, voor de ambiance. Dat is echt de gezellige sfeer, de pintjes drinken daarachter, dat is echt plezant en dat wil ik zo houden. Allee, ja. Eén aangesloten speler, dat is absoluut mijn eis. Twee mag het niet, want anders is het miserie. Aan hoeveel ploegen zitten nu? Nu zit ik aan 8. We begonnen met 6. Vorig jaar waren we naar 10 gegaan, maar dat was te druk voor 2 dagen. Dan zijn we weer op 8 en op een dag en een half had ik weer 8 ploegen. Even een vraag terug van Nino vanuit. Zijn er ook ploegen van Nino die deelnemen hier in Halmaarden? En wie onder andere? Zeker en vast. Zoals het derde jaar achterin, Café Robbie en Jessica. Dan hebben we DP Build, bouwonderneming van Denderwindeke. Daar is er ook bij. Dat zijn eigenlijk mijn twee clubbers. Zo heeft Robbie over 2 jaar de finale gespeeld. En zijn ze nu kort terug bij voor de halve finale te halen. Dus die mannen doen dat goed. En die zijn altijd de eerste bij voor in te schrijven. Dus dat is teken dat in orde is. Hè. Het weer valt mee en de sfeer zit er ook dik in. Hè? Dat is dik in. Daar is altijd nog nooit geen problemen geweest. Misschien een toernooi is terug. Nooit problemen met scheidsrechter, geen discussies. Het is altijd plezant. En daarachter vallen de ploegen elkaar in darmen. En zo moet dat zijn en zo wil ik het houden. Degene die de finale spelen, is er een prijs aan verbonden? Er is een prijs aan verbonden. Er is een wisselbeker. De wisselbeker, als ik hem vandaag herjoker en wint, ben ik hem kwijt. Moet ik een nieuwe aankopen. Oei, slechter natuurlijk. Dat is natuurlijk veel slechter. Maar er is ook voor iedereen een prijs. Zo is de eerste prijs 6 tankkaarten van Total geschonken door Karel Verheijden. Tweede prijs 6 waardebons van restaurant Eterij van Nienhoven. Ik weer van Nienhoven. Zo. En zo zijn er in Toudenberg of Café Felix. Allemaal echt dagspanning. Ook allemaal van Nienhoven. Zo, dat de prijzen geven. Dat is een beetje mijn cliënteel. Zeno Wines Cup noemt ze. Ja. Dus, En het is altijd het laatste weekend waarschijnlijk van jullie dat het er nooit doorgaat hier. Normaal gezien altijd het laatste weekend. Wij moeten nu rekening houden met de kalender van de eerste nationale en van de tweede ploeg. Dat plein vrij is, maar Halmaarden schikt hem daarna, probeert altijd op verplaatsing te spelen. Dus. Als er nog mensen zijn die graag volgend jaar willen meedoen, kan dat? Dat kan, want het kan zijn dat we volgend jaar misschien uitbreiden naar 3 dagen. Hè. Nu is het een vrij nip, dus om de 3 kwartier is er een match en dat moet blijven aangehouden worden voor gedaan te krijgen. Dus ik ben Vink Geert, ik heb 20 jaar gekaatst in eerste. Dus veel kaatsvijvertjes doorzwommen en zo. En ik woon momenteel in Den Rautum. Ik woon daar nu 4 jaar, dus ik ken de streek heel goed. En nog actief nu in de kaatsport? Nee, totaal. Dus ik ben 3 jaar geleden gestopt met kaatsen. Omdat de motivatie, de interesse was er ook niet meer. En ik wou een keer ander terrein opzoeken. Ik moest andere uitdagingen hebben en die kon ik niet meer vinden in het kaatsen, vandaar dat ik gestopt ben. En toch vandaag hier in Halmaarden? Ja. Dat is nu een evenement dat ik nu al 3 jaar doe. Ook door uitnodiging van vrienden. Je komt hier heel veel vrienden tegen. En het is voor mij ook altijd wel iets om naar uit te kijken, om hier jaarlijks kunnen dat evenement mee te pakken. En dat gaat nog altijd goed? Maar ja, je hebt jaren gekaatst, dus dat kaatsen ga je nooit niet verliezen, dus dat blijft er wel in, ja. Wat zijn je mooiste herinneringen ooit geweest in je carrière? Mijn mooiste herinneringen die heb ik kunnen meepingen op het einde van mijn carrière. Dat is de Belgische ploeg waar ik toch in Ecuador kunnen wereldkampioens heb gespeeld met de Belgische ploeg. Ja, en dan het jaar of 2 jaar nadien met de Belgische ploeg in Valencia kunnen Europees kampioen spelen. En dan hier in België zelf het toernooi op de Grote Markt in Brussel kunnen winnen. Dus dat zijn toch wel hoogtepunten die bijblijven. Dus ja, toch wel, ja. Een heel schone palmares dus, hè? Ik mag zeker wel niet klagen, maar ja, ik heb er ook wel veel voor gewerkt. Ik heb er veel inspanningen moeten voor doen. Maar natuurlijk, als je dan het een en het ander kunt voor terugkrijgen, is dat altijd wel een mooi meegenomen, ja.
Nog even terugkomen naar de wedstrijden hier. Hoe zit het hier met de resultaten nu? We hebben momenteel al 2 wedstrijden van de 3 gewonnen. Dus normaal gezien moeten we hier na deze wedstrijd hier halve finale spelen. Als we die kunnen winnen, dan treden we terug aan voor de finale. En hopelijk kunnen we dat hier voor de 3e keer winnen. Voor de 3e keer? Ja. Dus dan blijft een beker bij u zeker? Dan blijft een beker bij ons en kunnen we dat aan onze sponsor afgeven. Christophe is natuurlijk niet tevreden, want een beker kwijt is natuurlijk. Bah, misschien wel, dan kan hem een keer een andere gaan kopen ook. Okay. Heel nog veel succes. Dank je wel hoor. Bedankt. Ja.